ik ben Rosalie Kouwberg. Ik werk nu sinds oktober pas bij Select Projects. Het is ook echt mijn eerste job, dus ik ben echt nog een heel erg groentje. We zijn hier in het prachtige Alde Biezen. Dat is een van de trekpleisters in Bilze. Ik woon hier zelf ook geen 2 kilometer vandaan. Ik kom hier bijna wekelijks wandelen met mijn hond. En het is echt een prachtige locatie, denk ik. Een oud middeleeuws kasteel. Maar dat is zeker niet altijd zo geweest. Het is ook echt een heel erg vervallen kasteel geweest dat ze niet verkocht kregen. Het is ook echt al van de middeleeuwen, dus het is zo opgebouwd doorheen de jaren heen. En ik denk dat dat is hoe je misschien je loopbaan, en hoe ik nu mijn loopbaan bij Select ook wel kan zien. Iets wat opgebouwd moet worden. Ik moet daarin in groeien en stapjes in zetten. En ik denk dat Select zeker kan helpen om van mij als klein kasteeltje met een paar stenen een groot prachtig kasteel te maken in het einde van mijn loopbaan. Ik werk bij Select Projects dan bij de klant Estée Lauder. Ik heb daar ook mijn stage gedaan bij Estée Lauder in mijn master in chemie. Dus dat is wel heel fijn om daar nu terug te komen en om daar nu via Select ook te zitten. Bij Estée Lauder zit ik eigenlijk mee in het QLC-team, het Lab Coordination Team. Wij verzorgen mee de implementatie van nieuwe toestellen en ook meer en meer zijn we aan het gaan naar algemene labondersteuning, dus algemeen het labo mee ondersteunen in de taken waar zij niet dagelijks mee bezig zijn om hen daar een beetje in te verlichten. In april vorig jaar, midden in corona, ben ik beginnen zoeken naar een job en ik ben heel snel bij Select gekomen. Dat was ook een van de eerste bedrijven waar ik bij gesolliciteerd heb door een vacature die mij wel aansprak. En op die manier ben ik een beetje in een selectiepool terechtgekomen. Ik had meteen een heel goed contact met een van de recruiters bij Select. Zij heeft mij ook echt heel goed begeleid door het hele proces. Ze stuurde me altijd projecten die interessant konden zijn voor mij. En ik mocht dan heel eerlijk aangeven of ik dat zelf iets vond, of ik dat iets vond voor mezelf of eerder niet. En dan hebben we een paar maanden contact gehad en daarna kwam ze dan met het project van Estée Lauder. Ik heb me wel gedurende het hele selectieproces heel gesteund gevoeld en heel begrepen en zo. De beste versie zijn van mezelf is denk ik altijd blijven groeien, altijd het beste van jezelf geven. Ik zit nog maar aan het begin van mijn carrière, dus ik merk echt wel de punt waar ik nog op kan groeien en waar ik al serieus gegroeid ben. Select helpt mij daar wel echt bij in het beste van mezelf te geven. Nu zeker met de Competence Centers die start. Ik vind dat echt een heel mooi project om dingen bij te leren, want natuurlijk, ik ben heel nieuw, maar er zijn mensen die al heel veel ervaring hebben in alles, dus het is wel belangrijk om van hun ook te leren en we hebben die connectie, dus het is wel fijn om daar zo'n beetje uw kennis uit te wisselen en vooral te vergaren dan voor mij. Toen ik bij Select en bij Estée Lauder dan begon, hebben ze mij bij Estée Lauder ook een Peter toegewezen. Iemand die ik ook al kende van op mijn stage, dus dat was ook wel fijn. Maar je merkt zo van, oh ja, we zijn van hetzelfde bedrijf, we proberen elkaar te steunen, we proberen er voor elkaar te zijn. En dat is wel echt een heel fijn gevoel, ja.